U woont hier met plezier? Ja, ja. Ja, zeker. Leuk. We komen uit Hoofddorp en ja, het is ja, het kleinschalige, dat spreekt heel erg aan. Dat sprak toen al heel erg aan. En ja, dorpsgevoel heb je hier wel. Ja, dat is inderdaad hetgene wat mensen ook vragen. Ja, heeft u het gevoel dat u in een dorp woont of heeft u meer het gevoel dat u echt in een Phoenixwijk/nieuwbouwwijk woont? Kijk, rationeel weet je dat je in een Phoenixwijk zit. Maar het dorp, het oude dorp, is 1 minuut hier vandaan. En misschien door de afstand door dat je het gevoel hebt van nou, je hoort ook bij het dorp, Vijfhuizen. Ja. De kinderen zitten daar op school. Dus nee, ik heb niet het gevoel dat ik in een Phoenixwijk woon. Absoluut niet. Okay. Nee. Ik heb wel het gevoel dat ik in een wijk zit waar echt een architect, de naam heb je net genoemd, ja, daarover nagedacht heeft om toch zo'n wijk hier neer te zetten. Met de type woningen. Ja. Maar het is toch vrij gevarieerd, de woningen. Het is niet allemaal hetzelfde. Dat je een wijkje hebt met echt alle huizen die op elkaar liggen. Het is heel gevarieerd. Ja. Ik ben er wel trots op dat ik hier woon. En dat de woning deze vorm en bouwstijl heeft. Ja. En dankzij de architect.